Welkom bij First Class. Vandaag zal ik voor jullie klaarmaken mosselen met loekboter en tuinkruiden. Wat hebben we nodig? Mosselen, loekboter, witte wijn, shallot, look en tuinkruiden. We beginnen met de mosseltjes. Wat er belangrijk is bij mosselen is de mosselen moeten gesloten zijn. Dat wil zeggen dat de mosseltjes supervers zijn. We gaan de mosseltjes nu eerst gaan spoelen onder koud stromend water, zodat ze zandvrij gaan zijn. Dan gaan we de mossels afgieten en terug gaan spoelen met water. Dan nemen we een klein mesje en we gaan nu de mosseltjes gaan reinigen en we gaan eigenlijk de baren gaan verwijderen van de mossel. Voilà, dan nemen we onze stulp ovenschotel, plaatsen we op het vuur. Die gaan we gaan voorverwarmen. Hier hebben we loekboter. Loekboter die hebben we al eens gemaakt in een vorige uitzending. Kunt u terug gaan vinden op firstclass.tv. En we gaan die mooi laten smelten. Nu nemen we een shallotje. We gaan de shallot pellen. Snijden de shallot mooi midden door. Snijden hem fijn. En we gaan de shallot fijn gaan versnipperen. We nemen een teentje look. Pletten de look. En we gaan de look mooi gaan fijn snijden. De boter die is mooi gesmolten. Die is mooi aan het bruisen. Nu voegen we de shallotjes eraan toe. En onze look. En dat gaan we nu heel mooi laten aanstoven. Dus onze boter die is mooi aan het bruisen. De shallotjes die zijn aangestoofd. Onze boter die bruist mooi. Nu doen we onze mosseltjes erbij. Gaan onze mossels gaan bevochtigen met witte wijn. En nu laten we alles mooi sidderen, koken. Totdat onze mosseltjes mooi open gaan. We kruiden met peper van de molen. Een heel klein beetje grof zeezout. Minimaal. De mosseltjes die komen uit de zee. Die zijn al ziltig op zich. Dus als je daar te veel zout aan toevoegt, gaat dat echt niet lekker zijn. We gaan de mosseltjes eens gaan omroeren met een lepel. Een klein beetje sap er gaan over doen. De mosseltjes die zijn allemaal mooi open. Gaan ze nu mooi gaan besprenkelen met ons vocht. We voegen nog een klein beetje verse loekboter aan toe. Voilà, en nu gaan we mooi alles gaan afwerken met verschillende kruiden uit de tuin. Mosseltjes met loekboter en verse tuinkruiden. Ideaal om op het midden van een tafel te zetten. First Class, zeker lekker. Kijken naar de volgende aflevering en smakelijk.